Yo gasten, welkom bij deze nieuwe commentary. En het is weer Road to Glory zoals altijd, want daar is eigenlijk mijn kanaal nu op gebaseerd, op alleen maar Road to Glory. Maar op zich wel leuk om te doen. Zoals je ziet, de vorige aflevering 1 wedstrijd gespeeld in de divisie 1, 1 keer verloren. En nu speel ik met mijn Bundesliga team. En je denkt waarschijnlijk mijn Bundesliga team, dat heb je toch verkocht jongen? Nee, ja, een beetje lomp. Ik heb hem hierna verkoop ik ze pas. Dus ik heb best wel verneukt eigenlijk. Alleen dat maakt niet zoveel uit. Want ze gaan hier nog wel een goede gunst voor mij doen. Als je fan bent van Bundesliga team, zou ik zeker nog even genieten van deze laatste clips. Want het is de laatste wedstrijd die ik met ze speel. En Royce maakt de 1-0 zoals je dat zegt. Royce komt er weer goed door en doet een lopje. Ik doe echt nooit lopjes in FIFA 13. Ik dacht dat het niet werkte. Het werkt redelijk. Beter dan in FIFA 12 en 11. En toen werkte het volgens mij echt niet. Dat vond ik in ieder geval. Maar nu scoor ik hem uiteindelijk toch nog wel. En hier komt Royce weer goed naar binnen. Alleen met zoveel geluk uiteindelijk neemt hij hem mee. Nogal netjes over zijn hoofd gedaan. En dan maakt hij hem af in de lange hoek. Slap ingeschoten als je het zo bekijkt. Alleen hij maakt het tweede doelpunt van de wedstrijd alweer. En de derde, of nou volgens mij was dat zijn derde doelpunt van de wedstrijd alweer. Dat is een hat-trick dus. En dan bewijs nog maar eens dat hij gewoon echt een beast is. En hier ga ik langs de keeper met Błażejkowski. Eigenlijk is kans weg. Lijkt weg. Alleen hij gaat weer naar binnen en maakt hem goed af. De 4-0 in de 31ste minuut. En je weet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Ja, je weet het. Hij liefde de match. Ja, prima jongen. Fitness gaat weer omhoog. Błażejkowski in 10. En het laatste wedstrijd van het Bundesliga team is gespeeld. Ze pakken nog wel even 3 punten mee. Altijd handig. Maar kijkende naar mijn Liga BBVA team realiseer ik me dat ik dat er geïnvesteerd kan worden in het team. Er zijn nog goede mogelijkheden over voor sommige posities. Maar toch, het team mist iets. Het team mist die factor die je net over de streep kan helpen bij een wedstrijd. Die je net die overwinning op kan brengen. Maar ik ben... Welke factor is het ook alweer? Oh ja, pace. En nog meer pace. En zoals je ziet is het... het gemiddelde pace van mijn team 20 omhoog gegaan of zo. Nee, voor mij. Ik had wel aardige sterke spelers of aardige... Ja, snelle spelers op die positie staan. Ook al waren ze niet heel erg hoog zoals Goki in 70 pace. Maar Martins is gewoon pure pace. Voor de rest is hij gewoon stront. En de eerste wedstrijd die ik met het nieuwe, tussen aanhalingstekens, nieuwe team speel. Kom je tegen een gast met lage chemistry, rond de 80, maar dat zijn de meest gevaarlijke teams. Want die 80 chemistry teams spelen soms echt biestelijk goed. Alleen deze wedstrijd viel het mede in de eerste helft, 7e minuut. Eerste schot van de wedstrijd maakt Song me echt fantastisch af. Wat een overdrevenheid, want zo mooi was dat doelpunt helemaal niet. Maar hij maakt gewoon netjes af. Allround goede middenvelder, dus die kan eigenlijk alles wel. En in de 31ste, 32ste minuut kom ik lekker door aan de zijkant. En ik leg hem lekker zweterig voor. Too much sweat deze keer. Divisie 1 is gewoon pure zweet eigenlijk. Dus dat maakt sowieso niet uit. En in de tweede helft kom ik met mijn derde doelpunt. Kom ik er goed door. En uiteindelijk maakt Jesus Navas hem af met zijn binnenkantje. En dat is de eerste goal voor deze club. En hij doet een diepe buiging naar het publiek. Voor zijn nieuwe fans. En er lijkt niks aan de hand. Tot dit moment mijn verdediger, ik weet niet wie het was, of ik dat het deed, of dat ik het deed, of dat de computer het deed, of dat FIFA. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik liep echt verschrikkelijk slecht te verdedigen. Maar inmiddels ligt hij er alweer in, via 3 rebounds met Surge. Ja, het zat hem mee, of het zat hem tegen dat hij net niet eerder al inging, laat maar zeggen. Maar dat geeft niet, hij gaat uiteindelijk tegen het eind van de wedstrijd nog een keer scoren uit een rebound. En op dit moment begon ik natuurlijk keihard te trillen van fuck, nee, dat viel mee. Ik pak uiteindelijk gewoon de overwinning. 3-2 en dat is wel weer, eindelijk weer een goede overwinning erbij, want dat is echt al lang geleden. Ja, vorige wedstrijd natuurlijk ook, alleen, twee overwinningen achter elkaar in divisie 1, dat zie je mij ook niet zo vaak doen, want ik ben echt inconsistent aan het spelen de laatste tijd. En om het verhaal nog maar eens af te maken, zoals je zag, nog meer pace erbij, Pepe is gewoon één beast. En dan kom ik tegen een Engels team met alleen Reina en Podolski die niet uit Engeland komen. Maar gewoon een sterk team met veel groene linkies. Dat is, dat is altijd gewoon beter op een of andere manier. En het eerste zweterige doelpunt van Martins is gemaakt. En laat er nog maar veel komen, want ik heb hem gehaald voor de zweterige doelpunt. Want ik moet winnen. Hier blokt hij de bal, blokt hij het schot. En in één keer krijg ik een penalty, weer een onzin penalty. Maar op dat moment maakt het natuurlijk niks uit. Ik kan dat 2-0 maken en dat is een goede uitgangspositie in de 26e minuut. In het midden, boven de keeper, goede penalty zoals altijd werkt. En ik heb voor de eerste deze serie volgens mij een penalty niet in het midden geschoten. Of dan de rechterkant geschoten bedoel ik. Maar gelijk daarna eigenlijk gooit hij hem er even overheen het balletje en komt bij Podolski terecht. Met zijn pace doet hij hem even een lopje over de keeper heen. En om het verhaal weer erger te maken, in de tweede helft slingert hij weer een balletje voor Podolski en die kopt hij erin. En het is niet te geloven, in de 90ste minuut ga je zo meteen zien, gaat hij de 3-2 maken. Ik heb het al verklapt, maar het maakt niet uit. Hier komt die speler helemaal vrij, Lampert is het, en die maakt hem gewoon af. En weer verneuk ik een goede uitgangspositie, falikant. Ik snap niet waarom ik het elke keer doe en hoe dat er komt. Ik blijf gewoon met risico spelen en dan kan het gebeuren.
En dat betekent dat ik echt een slechte uitgangspositie weer heb in dit seizoen van Divisie 1. 2 winst, 2 verlies, ja, dat is gewoon niet zo bijzonder. En als je dan tegen een tegenstander komt met 9 upgrade kaartjes en andere spelers, met ook nog eens hele snelle en goede spelers, ja, dan lijkt het een moeilijk verhaal te worden om ook dit seizoen alweer de titel te pakken, ja. Want hij gaat ook vroeg in de aanval hier, echt de derde minuut al, komt hij goed op voorsprong met Benarfa. Gewoon een goede speler, Benarfa. Helemaal op rechts buiten, dan is het gewoon een beast en hij maakt hem af. Maar ik geef niet op, er komt lekker een zweterig doelpunt, want mijn pace is Martins er gewoon door. En dit is echt, dit doet pas echt te wijten aan pace, en of te danken aan pace eerder. En dat is hartstikke mooi meegenomen. Want even later gaat Vela hier via een rebound, komt hij bij Canales terecht en Canales maakt hem af. En kom ik op 2-1 voorsprong. En als ik best wel blij ben tegen deze upgrade kaartjes. Als je upgrade kaartjes gebruikt, dat werkt soms ook wel zoals averechts. Laat me zeggen dat je dan scripting of zo tegen krijgt. Dat heb ik best wel vaak last van als ik ze gebruik. Ik gebruik ze eigenlijk nooit hoor. Maar hier komt Martinez er goed door. Zoals je ziet maakt hij de 3-2 of de 3-1 echt een bevrijdende treffer. En voor de mensen die de hele serie gevolgd hebben. Martinez heeft me echt de eerste divisie 4 en 5 heeft hij echt met verschrikkelijk veel doelpunten maar doorheen gesleept. En het is leuk voor hem dat hij uiteindelijk hier ook de 4-1 mag maken na heel veel geluk. Ik breng hem nog wel eens in omdat hij super goed is. En als ik, gewoon gevaar een vuist wil ballen. Of hoe noem je dat? Balten? Ik wil. Boeit niet. Hij is gewoon een goede speler. Maar uiteindelijk maakt hij nog na een cornertje. Maakt hij de 4-2. Daarmee is de wedstrijd gewoon gespeeld. Goede overwinning weer. En de uitgangspositie is niet bijzonder. 3 winst, 2 verlies. En het lijkt eigenlijk weer onmogelijk te worden om de titel dit seizoen te pakken. Maar het is niet anders. Dit was de aflevering, geen bijzondere aflevering. Alleen om het nog bijzonder te maken, tussen aanhalingstekens, ga ik aan het eind van deze aflevering, pak ik nog even een doelpunt dat ik gemaakt had met een team met alleen maar keepers erin, met live reactions erbij. Dus dat is wel grappig om te zien. Dat hoop ik dat jullie het grappig vinden om te zien. En ik hoop ook dat jullie deze aflevering gewoon leuk vonden. Als je hem leuk vond, laat dan een like achter. Dat zou ik echt helemaal geweldig vinden. En daar help je me echt enorm mee. En daarmee is ook in deze aflevering alles gezegd. Tot later, gasten. Het is zo moeilijk om kansen te creëren. Slome spelers. Kijk, dan Tsjech is echt sloom. Hart echt dood. Mignolet op Tsjech. Hoppa, Hart. Oh. Ja, mister. Oh, yo, wat een goal is dit, jongen. Heerlijk. Kaboom, aansluitingstreffer volgens mij. Ik weet al die stand al niet meer. Ik zit gewoon focus op het fantastische voetbal van de keepers, jongen. Heerlijk.